Nu kan je hier nog rijden met de auto. Maar vanaf aankomende maandag 4 maart tot en met 20 september kan dat niet meer. Dan gaat Stedin de grijs-gietijzeren leidingen namelijk vervangen. Die moeten namelijk verplicht door het hele land worden verwijderd. In 2016 vonden hier werkzaamheden aan de kade plaats, waardoor tot 2028 de Lange Haven niet meer hoeft te worden afgesloten. Maar door deze verplichting is er toch gekozen om de Lange Haven weer af te sluiten. En waterbedrijf Evides heeft daarom besloten ook gelijk de waterleidingen te vervangen. Aankomende maandag wordt dus de Lange Haven opengebroken vanaf de Koemarkt. Verkeer is dan alleen mogelijk onder begeleiding tussen 7 uur 's ochtends en 5 uur 's middags. Buiten deze werktijden is de Lange Haven alleen geopend voor voetgangers en fietsers. Bewoners krijgen een parkeervergunning voor ergens anders in de wijk, omdat er niet meer voor de deur geparkeerd kan worden. De omleiding wordt ter plekke met borden aangegeven. De heropening van de weg staat gepland op 20 september. Een week later op 27, 28 en 29 september vinden de brandersfeesten plaats. De gemeente is in overleg met de organisatie van de brandersfeesten en adviserende diensten om te kijken wat er dan allemaal mogelijk is.